En hier zit de vette jump. Yo, check hoe hier het bos eruit ziet. Joe, vet. Welkom voor een nieuwe video. Een vlog my ride, dit keer Hoge Vuurse. De route is ongeveer 20 kilometer lang. En ongeveer 270 hoogtemeters. Het is super mooi weer vandaag. Het is wel fris, een graad of 10. Dus ik ga snel beginnen. Ik heb geen jas aan, dus ik moet me een beetje warm gaan fietsen. Ik zie je op de route. Zo, we gaan beginnen. Ik ben de route gestart. Bij E-tent buiten in de kuil. En we volgen de rode routebordjes. Het begint al meteen vet. Wat mooie rollers. Als je deze route nog niet hebt gedaan, ga hem dan zeker doen. Want hij is echt de moeite waard. Het is echt een super gave route. Veel flow. En super mooie omgeving. Veel afwisseling in de bossen. Groene mos ook. En je ziet hier de route mooi kronkelend. Ja. Hier moet je even snel. Hup. Omhoog. Nou, de kunst om niet te remmen in die bochten. Nou, de ene bocht is makkelijker dan de andere. Eetgelegenheid buiten de kuil. Daar, toptent. Lekker eten. Super gezellig. Wat mooie dips hier. Ik moet zeggen, de zon is lastig. Super gaaf. En hier heb je een kleine technische passage, zoals hier op het bordje staat. Klein technisch lusje. Een paar kleine features erin. Leuk om hier aan je skills te werken. Mooie kombochtjes. Mooi flow sexy hier. Wat mooie rollers. Een beetje pompen. Zeker een mooi stukje dit. Oeh. Het bos is vandaag echt mooi. Hop. 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 Lekker doordraaien.
Ja, en alleen. Dankjewel. Nou, moeders met kinderen. Het is natuurlijk herfstvakantie. Toch leuk als je moeder dat met je doet op de stadsfiets. Hier zit een tricky bochie. Heel scherp. En hier zit een vette jump. Yo. Een kleine loop die je kunt doen hier. Aan de linkerkant kwam die erbij. Oep. Die lus doe ik straks. Ik ga nu eerst naar het noordelijke gedeelte. Een stukje fietspad om bij de noordelijke lus te komen. Ongeveer een kilometer lang, denk ik. En dan draaien we rechts het bos in. En hier gaan we het bos weer in. De ondergrond is, zoals je kunt zien, zanderig. Dus in de zomer, als het een tijd droog is, dan worden sommige stukken echt heel mul. Zeker op lage vuurzen. Maar een beetje mulzand mag de pret ook niet drukken. Is goed voor je techniek. Maar geeft de voorkeur toch echt wel aan een wat harder ondergrond. Het is ook wel een route waar er best wel wat pittige klimmetjes in zitten. En een beetje technisch soms door de uitgesleten boomwortelen. Paddenstoelen. Tijdens de zomermaanden vergeet je alweer snel hoe mooi het herfstseizoen is. En misschien zelfs wel het mooiste seizoen van het jaar. Al geef ik de voorkeur wel voor wat hogere temperaturen. Iemand met een badblazer. Toch altijd wel waardering voor die mensen die op vrijwillige basis die routes bijhouden. En ik kan wel zeggen dat we hier in Nederland echt niet mogen klagen wat betreft het aantal routes, maar ook de staat waarin de routes verkeren. Ah, flow heaven hier. Als je hem nog niet eerder gefietst hebt, ga hem zeker doen. Gaat er geen spijt van krijgen.
Yo. Groener kan het mos niet zijn. Hier een mooi drop-offje. Lekker. Hoi. Ja, ik ben alleen. Links, dankjewel. Doordraaien en klimmen. Schakelen. Huppatee. Meteen omhoog. Ah. Oh. Mooi stukje dit. Altijd een leuk stukje. Yo, lekker. Drift met het achterwiel. Nou, we hebben het noordelijke gedeelte van de route nu gehad. En we beginnen nu... We zijn weer terug op de zuidelijke lus. En hier krijgen we straks ook een splitsing waar Laagvuurse zich hierbij voegt. Stukje vals plat omhoog. Eerst heb je het niet echt door. Maar je begint het op een gegeven moment zeker te merken. Dat je harder moet werken om de flow te houden. Hoi. Mooie bochtcombinaties hier. Even dikke doordraaien. Hier ook. Zeker wel een beetje remmen. Wow. Ah, ook hier. De flow is echt goed. En dan is het de kunst om van je rem af te blijven. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Oh. Oeh. Mooi stukje. En hier pakken we... Het stukje van Hoogvuurse, dat extra lusje, dat pak ik nu mee. Het is ook een lusje wat je heel makkelijk links kan laten liggen als je het niet wil doen. Het nadeel is dat je een klein stukje dubbel moet doen, maar... Wel een lekker stukje dit hoor.
Hop. En hier pakken we het stukje wat we al gedaan hebben weer op. Een van de snellere stukken van de route. Al niet het snelste stuk. Zo, de zon. Die verblind je gewoon af en toe. Maar check hoe hier het bos eruit ziet. Joe, vet. Even blind mooi. Oeh. En we naderen hier alweer het einde van de route. Nou, ik hoop dat je het een leuke video vond. En dat ik je een beetje warm heb kunnen maken om deze route te gaan doen. Ik raad hem je echt sterk aan. Zet hem op je lijstje. En ga hem lekker een keer fietsen. En wat dan leuk is om te doen, is om je route te eindigen bij Buiten in de Kuil. Leuk restaurant, een tentje, bistrootje. Supergoed eten. En dan voor nu. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Yo.